Helemaal leuk dat je kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Ik ben weer terug met mijn weekvlogs. En vanaf nu ga ik weer wekelijks goed vloggen. Dus daar heb ik echt ontzettend veel zin in. Want de afgelopen tijd is het een beetje mwah geweest. Dus ik ben nu alweer echt van plan om weer lekker veel te gaan vloggen. En weer lekker elke week weekvlogs te plaatsen. En hopelijk ook andere video's. Ik ga bijna weer met school beginnen. En ik hoop dat ik dan een beetje back on track kom met alles. Letterlijk, want mijn leven was echt deze afgelopen zomer overhoop. Wel chill, maar het is tijd dat ik weer eventjes hard ga werken voor dingen. Dus ook voor YouTube. Dus deze week ga ik weer lekker vloggen voor jullie. En ik heb een super leuke week op komst. Ik ga echt heel veel leuke dingen doen. Dus ik ben echt heel excited om weer lekker te gaan vloggen en dingen vast te leggen. En ja, ik heb er gewoon echt heel veel zin in. Want ik ga deze week echt heel veel leuke dingen doen. Eerst deze 3 dagen thuis. En dan ga ik niet zo heel veel boeiende dingen doen. Maar vanaf donderdag en dan het hele weekend ga ik super veel leuke dingen doen. Dus dan kan ik lekker veel gaan vloggen. Dus dat ga ik doen. Ik praat nu heel erg snel, want mijn camera is bijna leeg. Dus ik ga nu eventjes mijn camera opladen. Gods. Goedemorgen, het is vandaag dinsdag. Ik heb eerst weer uitgeslapen tot 10 of zo, tot 10:30. Ik ben gewoon nog steeds echt gebroken door kamp. Ik heb net video opgenomen voor kamp, dat wilde ik gisteren al doen, maar gisteren is het gewoon oprecht er niet van gekomen. Ik heb gewoon letterlijk niks gedaan gisteren en ik kon me ook echt letterlijk nergens toe zetten. Vandaag heb ik mijn best gedaan, make-upje opgetiefd en zo. Dat werkt gewoon echt enorm. Dus ik heb net video voor kamp opgenomen. Die video wordt echt één groot chaotische video, maar dat maakt niet uit. Ik heb vanavond een feestje van Tessa. Tessa die zat bij mij op de middelbare school, was echt mijn beste vriendin. En wij zien elkaar echt niet vaak, maar ja, als we elkaar zien is het gewoon helemaal leuk. En ze is jarig vandaag, dus ik ga lekker naar de verjaardag toe. En daar heb ik wel heel erg veel zin in. Goedemorgen, het is vandaag woensdag. En ik ben in Amsterdam met mama. Want ik ga vandaag gala jurken passen. Ik heb dat nodig in mijn leven. Ik moet er gewoon eentje hebben. Die ik gewoon voor verschillende gelegenheden aan kan trekken. Dus we gaan vandaag eens even passen. Kijken of we een mooie jurk vinden. Say yes to the dress. Het is de eerste jurk. Mama vindt hem heel mooi. Ik moet nog even twijfelen. Ik weet het nog. Dit is de eerste, hè? De achterkant. En kan een maatje kleiner. Ook een mooie. Ja. Ja, ik vind hem heel mooi. Jurk nummer 2. Wel een beetje uit. Ja, juist wel. Of wil je heel anders? Draai zo. Ja, weg. Ik wil een blauwe neus. Dat is nu net al. Ja, zit dat heel raar. Zit dat maar. Even serieus. Sorry. Wat vind je van deze? Deze is ook heel mooi. Laat de achterkant nog even zien. Deze glinstert heel mooi. Half gesloten. We zijn even live moeten gaan. Even een advies moeten. Ja. Mooi hoor, man. Ja. Echt heel mooi. Yes. De kettingen moet je ook even weggeven. Dat maakt het ook een beetje. Ja, crazy hier. Ik zal je vertellen. Want we hebben dus ook die hier die daar hangt. En deze lijkt er een beetje op. Maar nu zijn we er nog eens. Zo, inmiddels is het alweer avond en ben ik aangekomen in Tilburg. Ik ben weer terug in mijn kamer. Ik ga even mijn AirPods uitdoen, dat is een beetje stom. Ik ben dus weer terug in Tilburg en uiteindelijk heb ik wel een jurk gekocht. Dat moet ik nog even gezegd hebben. En dat is de laatste jurk die jullie in beeld hebben gezien. Met die mouwtjes, die donkerblauwe. Die heb ik uiteindelijk genomen. Echt super blij mee. Ik had eigenlijk gewoon een gala jurk nodig. Sowieso heb ik binnenkort een première van Anastasia the Musical. En sowieso is het handig om gewoon een mooie gala jurk in je kast te hebben. Zeker met de studie die ik doe, komt dat echt wel van pas. Dus ik ga morgen een dagje naar de Efteling met een paar mensen van Musical Camp. Met gewoon wat vrienden. En daar heb ik echt mega veel zin in. Ja, echt heel erg. Efteling vind ik niet heel boeiend. Maar wel gewoon echt heel erg leuk om met hun daarheen te gaan. Dus daar heb ik enorm veel zin in. Nu ga ik denk ik even wat doen. Ik moet nog even kijken of ik hier mentaal ready voor ben. Ik zal het even laten zien.
Ik heb dus hier al mijn geprinte polaroids en foto's en dingetjes en allemaal superleuk. Dit zit allemaal aan elkaar geplakt. Maar goed, in ieder geval allemaal polaroids en foto's die ik heb geprint bij de HEMA. En die wil ik eigenlijk op deze muur plakken. Want deze muur vind ik gewoon te leeg. En ik vind het gewoon heel fijn om naar mijn polaroids te kijken. Dus ja, ik ga even dit sorteren en kijken hoeveel ik er heb en of dat een beetje op deze muur kan. En anders ga ik gewoon binnenkort bij de HEMA nog meer printen. Kijk, dit zijn bijvoorbeeld geprinte polaroids van de HEMA. Het is eigenlijk bijna hetzelfde als een echte polaroid. Kijk, een echte polaroid is net ietsje kleiner. Maar wel echt heel erg leuk. Dus ik ga dit even uitzoeken en kijken of ik dat daar kan plakken. Ik wil het gewoon met plakband eigenlijk doen, want dat is het minst beschadigend voor je muur. Dus dat moet ik even uitproberen. Maar goed, we gaan het zien. De eerste rij hangt alweer. Ik denk dat ik wel polaroids bij me gaan moeten bestellen. Want ik wil zeg maar deze hele muur vol. Maar dat ga ik echt nooit halen met de polaroids die ik heb. Dus waarschijnlijk moet ik binnenkort weer even nieuw bestellen. Maar that's okay. Goedemorgen, het is vandaag donderdag en ik ga vandaag dus lekker naar de Efteling. Ik heb er echt ontzettend veel zin in. Ik ga proberen om ook even lekker te vloggen. Het zal niet super veel zijn. Ik ben nog laatst nog naar de Efteling geweest. Maar sowieso echt heel erg leuk om wel even wat vast te leggen. Hallo, wenkbrauwen, doe even normaal. Nou, dit is de outfit geworden. Ik heb een korte broek aan, want het wordt vandaag warm. Dus yes. Ik heb dit hemdje erbij aan en dit jasje eroverheen, omdat het nu nog best wel fris is. En het kan ook zo zijn dat vanavond opeens weer wat kouder is. Want vorige keer had ik het ook opeens koud en dat is best wel vervelend. Dr. Martens eronder. En ik heb gewoon een rugzak mee, dus als ik het warm krijg, kan ik mijn spijkerjasje daarin proppen. Yeah! Ta-ta-da! We zijn het helemaal zat. We gaan nu in de meest kinderlijke attractie van dit park. En daarop? Hoe heet het eigenlijk? Hier, Polka! Hier, ja, Polka Marina. Polka Marina. Polka Marina. Dat is hem. En ik ben excited as fuck. Yes. Dat zal ik je vertellen. Ik heb er zin in. Lekker kipkorntje bij. Lekker. Mijn haar dan jongens. Ik Ach, kan stel toch je niet zo. En dan gaan we, Ah. Ah. Wat leuk. Kijk, dat is te zien ergens. Ik ben thuis. Ik heb deze avond lekker gechilled bij Dave samen met Soraya. En we gaan zo meteen lekker uit in Tilly. Dus daar heb ik echt heel veel zin in. Ik heb echt een heerlijk dagje gehad in de Efteling. En ik heb nu al heel veel zin om uit te gaan. Zal ik je vertellen. Het is echt lang geleden, dus zin in. Zo, nou, ik leef weer een soort van. Gisteren was echt super leuk. Het was echt een super spontane actie om uit te gaan. Maar dat soort avonden zijn vaak de leukste avonden. Ik heb oprecht echt een superleuke avond gehad. Zometeen ga ik uit eten samen met Iwan. Daar heb ik ook echt heel erg veel zin in. Vind ik echt super gezellig. Maar ik heb dus net een pakketje opgehaald van Naked. En dat wil ik even aan jullie laten zien. Dus dat ga ik nu doen. Oké, let's go. Het is best wel een groot pakketje. Ik heb weer wat items mogen uitkiezen. Het ding is alleen altijd bij mij dat ik heb het letterlijk, denk ik, 4 dagen geleden uitgekozen. En ik ben nu al vergeten wat ik in godsnaam heb gekozen. Dus het is alsnog echt een verrassing wat erin zit. Oké, ik ga hem openmaken. Het eerste is iets zwart. En ik denk dat ik weet wat het is. Het zijn allemaal een beetje herfstitems alweer. De herfstcollecties komen er natuurlijk al aan, want de zomer is alweer bijna voorbij. Maar ik heb als eerste simpele, leuke, zwarte kooltrui. Ik leef in de winter echt in een zwarte kooltrui. Ik heb er letterlijk 1. En dat is gewoon niet handig. Aangezien ik het echt heel vaak draag. Dus ik moet het daardoor ook heel vaak wassen. En dan kan ik het weer niet aan. En vervelend. Dus ik dacht, Pam, kies nou maar eens een keertje een zwarte kooltrui. Zodat je er nog eentje hebt. Nou, dat heb ik gedaan. Dan het tweede. En dit is ook een zwart truitje. Maar ik vond deze echt heel erg leuk. Heel simpel wel hoor, maar ik vond het echt heel leuk. En dat is deze. Het is gewoon een zwarte, strakke trui ook. Of trui, nou ja, truitje. Met een rits hier die je lekker
open kan doen ook. Dus dat vind ik heel erg leuk. Het derde item en dat is een trui wederom. Deze vind ik echt heel leuk. Ik vind die kleur fantastisch. Het is dus echt een babyroze, ja een beetje oud roze, maar op camera lijkt hij ook een beetje lila. Ik weet niet. Hele mooie kleur vind ik het. Ja, ik vind deze echt heel leuk. Weet je wat het is? Ik vind het gewoon heel erg leuk om roze aan te hebben als je blond haar hebt. En dan het laatste item. Een spijkerpak. Och, I love it. Dit keer in een beetje een zwarte grijze gewassing. Donkergrijs. Het lijkt een beetje op het pak die ik al heb. Maar dan is deze dus niet in een spijkerkleur, maar een beetje in het zwart-grijs. Echt super leuk. Hier ben ik echt super blij mee. Knijterdom, want ik zie nu dat er nog een item in zat. Die had ik even gemist. Maar die ga ik ook nog even openmaken. Oh, deze is ook echt ontzettend leuk. Oh, heerlijk kleurtje ook. Het is zeg maar een blouseje. Een beetje kort blouseje. Met ook echt super leuke mouwtjes. In een blauw kleurtje. I love it. Ik vind het echt heel leuk. Er zit niks te zien tanden. Waar gaan we heen, Judith? Ja. Ik weet even niet meer zeker of ik het al heb verteld, maar we gaan naar de première van 20 jaar K3 en ik heb er echt fucking veel zin in. En ik ben 20. Ik ben ook 20, moet je nagaan. K3 bestaat gewoon net zo lang als hoe oud wij zijn. True. En het is echt heel erg man. Het is echt helemaal geen probleem. Nee, die zon. In ieder geval, we gaan dus naar Carrie en het is echt super, super, super warm. Het is dus 30 graden vandaag opeens. Wow. Eigenlijk haat ik als mensen dit doen in de trein. Het is zo warm. We hadden het zo warm en mijn voeten die waren er echt af van het zweten. Gewoon gatver. Maar we hebben er zin in. Lekker Jens op K3. Lekker drie hele weekendjes samen. Ja, morgen weer naar Jut en Jos zijn weer samen. Ja. Ja, dan kan jij mijn vlogs weer gaan overnemen, want zo is dat altijd. Als jij er bent, maar heb je al verteld dat we gaan barbecue? Heb je al verteld dat we gaan barbecue? We hebben dus na de première hebben we een beach party. En ik heb ook dus een barbecue. Beach party. We hebben dus een barbecue en K3 is ook aanwezig. Maar mensen kennen mij waarschijnlijk van dat wij altijd over K3 hebben. Ja, absoluut. Dus nu gaan we absoluut een foto maken. Als we de kans hebben, gaan we dat doen. We zien on the ground. Ja. Nou, we zijn er. We zijn er! En Grant. Ariana Grande, oh here we come. Ja, maar echt. De hele wereld is nu naar Ariana en wij gaan naar K3. Verschil moet er wezen. Studio 100, Pamela Cruz, genodigd. Golden bandjes. Let's go. Oh jongens. Oh nee. Waar zitten we? Nog even plassen. Even plassen. Kom maar. We hebben nog even. Zin in. We zitten hier, rij daar 10. Oké, het is nu al 5 uur geweest. 5 uur geweest, dat betekent dat ze meteen gaat doen. Ja. Heb je er zin in? Ik heb er echt heel veel zin in. Zelfde in het worden. Oh, ik ben zo hard aan het is echt verschrikkelijk. Nou ja, hè. Ik ben hier, dus dan mag ik het ook van Nemo. Onze gelukkig heb ik een beste vriendin die met me meedoet. Onze kleine katerhartjes smelten wel een beetje mee. Ja, en ook van al die kindjes hier. Ik vind het zo leuk. Oh. Zo leuk! Speciaal voor jullie, Hanne, Klaasje en Marten, hier is K3! Lichtjes zelfs.
ik bedoel? Had jij ooit al zo'n gevoel? Iemand die je hart kon stelen, wil het leven met je delen. Was jij al ooit zo verliefd? Helemaal verloren. Kinderen, word niet verliefd. Bah. We zijn nu gezellig bij de beach barbecue. En het is hier... gezellig zijn, ik heb honger. Het is hier wel echt heel erg leuk. Ik ga even laten zien, wacht. Kan jullie dit geven even een tour? K3 is bijna boven. K3 is bijna boven. K3 is bijna boven. Hoor je dat? Welkom bij de tour. Dus welkom K3 en friends. Wacht even. 4 desperados bij het kindergedeelte. Altijd fijn om reclame te maken voor het nieuwe pack. Welkom. Welkom K3 en friends. We lopen totaal niet in de weg. Het scheelt. Rommetjes staan al klaar. De jurken staan al klaar. Lois staat er klaar. Lois zit er ook klaar voor. Ja, staat er klaar voor. Zij zijn er klaar voor. Kom maar even mee. Kijk. Oh, remix. De meidengroep van dit moment. Meiden, hoe vonden jullie het vandaag? Ja, heel leuk. Echt heel. Is het voor de vlog? Ja. Oh, is het zoals genoeg. Even opnieuw. Wordt ook niet aan mij gevraagd hoe ik het vond. Ja, wat vond jij er eigenlijk van, Judith? Ik vond het helemaal leuk. Nee. K3 vibes. Kom op. Ik vond het geweldig. Ja. Nee, ik vond precies. Het ja. Hard veel op 12 uur. Subtiel. Er hangt een. Ja, joh. Ja? Nou, dat was het wel. Dit was het. En nu krijgen we een barbecue ooit. Oh, dit is een foto! Hi! Nee. Goedemorgen, ik was gisteren echt heel erg laat thuis. Dus ik heb de vlog helemaal niet meer afgesloten. Of tenminste de dag helemaal niet meer afgesloten. Maar goed, ik heb in ieder geval echt een superleuke dag gisteren gehad. Dat hebben jullie kunnen zien. Ik ben helemaal losgegaan bij K3. Het kon me allemaal geen reet meer schelen. Het was echt intens leuk om even gewoon helemaal los te gaan met al die oude liedjes mee te zingen. Dus ik heb er echt ontzettend van genoten. Vandaag ga ik naar Amsterdam en dan ga ik weer naar de musical singalong. Daar ga ik echt elk jaar heen. Dat is gewoon oprecht een traditie. Ik heb er echt super veel zin in. En
Ik ga vandaag de hele dag op Instagram stories maken over de singalong. Dus misschien dat ik iets minder ga vloggen vandaag. Maar dan weten jullie dat. Jullie hebben het misschien op mijn Instagram kunnen zien. Volg je me nou nog niet op Instagram? Doe dat dan even. Want daar heb ik soms ook vlogs op mijn stories. Of leuke dingetjes die ik laat zien. Dus volg me zeker even op Instagram. We zijn op de Uitmarkt. En we zijn nu bij de Mamma Mia stand. En hier is Silent Disco op ABBA. It's lit. Je praat heel hard. Oké. Okay. Omdat je dat een koptelefoon in mijn hoofd heb. Ik ben even backstage gesneakt om Juliette te zien. Ja, superleuk. Juliette gaat in Kinky Boots spelen en ik ben trots. Ik ben een fabrieksmedewerker, joh. Ja. Ja, en ze staat vanavond gewoon lekker op de Uitmarkt. Ja. De single, nou, ik vind het, ja. Ik ben trots. Jongens, everybody's talking about Jamie gaat nu optreden. Ik ben zo excited. Ik heb gisteren helemaal niet meer de vlog afgesloten. Want ja, ik was heel laat thuis. En ik ging gelijk mijn bed in. Want ik was echt super moe. Maar ik heb echt een super leuke dag gehad. En ja, echt enorm van genoten. Het was echt ontzettend leuk. En dit is dan ook gelijk het einde van deze weekvlog. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om het te zien. Ja, ik hoop dat jullie het weer leuk vonden om een volle weekvlog te zien. En ja, heel erg bedankt voor het kijken. Doe een duimpje omhoog. Abonneer op mij als je dat nog niet hebt gedaan. En dan zie ik jullie hopelijk bij de volgende video. Doei doeg!